is erbij gekomen. Alle banken klaar. Ontvang uw wonder vandaag. Van Alp in de Heide. Van harte welkom op het Jezusfeest om 14:30 tot en met 3:00. Jezus heeft een wonder voor u, voor al uw noden, voor genezing. Kom naar Grasstad Zoonweg. En om 15:30 kippenfeest tot en met 5:00. Spelletjes, muziek, toneel, verrijken en veel plezier. Jezus houdt van je. Kom naar Grasstad Zoonweg. Zijn als weeën, waarin God van ons vraagt, wees niet verontrust, want soms zullen er tijden van druk zijn, geruchten van oorlogen, druk, neigingen tot oorlogen en weet je, gevaar wat dreigt, maar wees niet verontrust, maar vind je vrede in mij, zoek mij des te meer. Voor de wereld zal het zijn, voor de ongelovigen. Zal het zijn dat het komen en gaan van de druk en die weeën, wat komt en gaat en even paniek en pijn wat komt en wat weer uiteindelijk dan weer tot een rustpunt komt, zal zijn dat de ongelovigen zullen zeggen van ja, zie je, het is allemaal niet zo erg en langzaamaan steeds meer in het duister getrokken worden en het zullen accepteren en ermee leren proberen omgaan. Maar voor ons gelovigen, voor jullie die mijn kinderen zijn, moet het juist een teken zijn om mij meer te zoeken, om je rust en vrede alleen in mij te vinden, omdat het is als weeën. Ik wil best wel wat zeggen tegen de mensen van Altweer te Heide. Jezus Christus is vandaag gekomen om u te ontmoeten. En misschien denkt u van nou, die Jezus, daar heb ik het al helemaal mee gehad. De Heer Jezus is gekomen om u leven te geven en overvloed. En de Heer Jezus is gekomen om u te genezen, te bevrijden en u een volwaardig leven te geven. Hij heeft een plan en een doel met uw leven. En vandaag kan er een ommekeer in uw leven komen en u hoort ons zingen. Gelijk, dien de Heer in al je wegen. Om het uit te strekken, om dichter bij Jezus te leven, om meer van God te horen, om dieper de diepte in te gaan met Hem, om doorbraken en dat God Koninkrijk met kracht door zal gaan breken in de plaatsen waar we komen, dat het licht sterker in ons mag schijnen, dat waar we komen dat het niet uit kan blijven, dat Jezus daar gewoon zijn doorbraak en zijn werk kan doen. Halleluja. Dat u heeft gebracht de enige weg die leidt tot eeuwig leven, tot de eeuwigheid. Heer, de enige weg die leidt naar vrijheid, om het leven te leven met u. Heer, we willen de diepte met u ingaan. We willen dat overgegeven leven met u leven. En ook voor de komende week, Heer, elke avond als we samenkomen. Dat het niet zomaar avonden zullen zijn waar we samenkomen. Maar dat het een nieuwe impact in ons leven zal zijn.
nieuwe doorbraak zal zijn, een weg die we ingaan met u. Heer, die slechts plaats kan vinden door overgave, door dingen af te leggen die afgelegd moeten worden. Heer, maar overgave aan u. Zodat zijn getuige aanvaardt, heeft bezegeld dat God waarachtig is. Want hij die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods. Want hij heeft de geest niet met mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft hem alles in handen gegeven. Reinig en heilig mogen zijn door een kostbaar dierbaar bloed, Heer. Heer, dat voor ons gevloeid hebt, Heer. Zo overtuigend iedereen die onrechtmatig deelneemt aan het avondmaal, Heer, met uw geest, Heer. Heer, want uw geest spreekt altijd, Heer, en uw geest overtuigt, Heer. En uw geest is hier in ons midden, Heer. Heer. Amen. 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 O koning zijn, hij zal eerste zijn. Hij zal komen met macht en in gerechtigheid. Jezus, uw heerlijkheid. Volgende keer.